Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 43 in Frankrijk. Heb jij aflevering 42 in Canada gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Spoiler alert, de motor hield het maar net vol. Ben je nu mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook lekker belletje aan zodat je geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op de sociale media voor wekelijkse updates van My Team Career Mode. We gaan dus componenten vervangen, dat mag ook, want we krijgen er geen tijdstraf of een penalty voor. Dus dat is alleen maar goed. Maar ik heb slecht nieuws. Zoals jullie konden zien op mijn Instagram heb ik een story gedeeld. Die komt, als het goed is, nu in beeld. Hier heb je het. Ja, ik heb per ongeluk dus die race verwijderd. Ik heb geen race van Frankrijk. Ik heb wel de highlights, maar die is heel erg kort. De aflevering gaat gewoon nog door. De race komt gewoon ook nog in deze video terug. Maar het is een highlight video. Dus ja, sorry daarvoor. Ik was een beetje lomp bezig en heb per ongeluk op permanent verwijderen gedrukt. Dus die is dus compleet weg. Maar goed, sorry voor dit ongemak. Hopelijk kunnen we in Oostenrijk wel de volledige wedstrijd laten zien. Maar het is nou eenmaal niet anders. En trouwens, tijdens die highlights ga ik volgens mij, denk ik, ook geen commentaar geven. Ik moet nog even kijken of ik dat ga doen. Want ik kan die achtergrondmuziek kan ik er niet uitknippen. Want anders knip ik ook gewoon heel de muziek weg van de motoren en zo, die je dan niet hoort. Maar goed, het is niks anders aan te doen, helaas. We gaan eerst door met de kwalificatie. Die heb ik gelukkig wel. Dus ja, daar gaan we dan voor de kwalificatie hier in Frankrijk. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie Q1. Het is wat bewolkt. Volgens mij gaat het ook aan het einde van de kwalificatie regenen. Dus daar moeten wij voor oppassen. Ik heb alle componenten even laten vervangen die het ja, erg zwaar hadden. Dus we kunnen er weer tegenaan. En we kunnen dus hard gaan pushen omdat er geen dingen meer beschadigd zijn. De eerste bocht namen wij uitstekend. Bocht nummer 3 en 4 nadert. Nemen we ook hartstikke goed. Lando Norris met een 1.28.7.5.0. En wij komen op een 1.28.7.7.2. Op 21.000 van Lando Norris. En Russell naar P1. Dat doet hij uitstekend. Wij dus door naar Q2. Op een P6. We beginnen onze run op de medium banden. Kijken of we ook hierop kunnen starten. En zo ja, dan hebben we misschien een uitstekende kans, want er is ook regen verwacht tijdens de grote prijs. Dus we kunnen misschien heel lang gaan uitstellen totdat het gaat regenen. Ik weet niet wanneer die regen komt. Hij komt er wel aan tijdens de wedstrijd. Paars in sector 1, dat doen we heel goed. P5 op dit moment met nog geen tijd op de klokken. We komen tot een P1 met een 1.28.7.02. Dat is dus inmiddels een P3 geworden, maar op een tiende van Bottas, die zijn tijd op de softbanden heeft genoteerd. Interessant. Maar we zitten er wel bij. Q3 verloopt helaas in het water. Dat is letterlijk, niet figuurlijk. Want het regent. We staan op de intermediates en kijken wat wij kunnen doen op deze natte baan in Paul Ricard in Frankrijk. Wel grappig dat op dit circuit alleen maar uitloopstroken zijn. Er zijn hier geen grindbakken of grasvelden. Dus dat maakt het wel een beetje beter. We schieten wel een klein beetje door en we krijgen een track limits waarschuwing aan onze broek. Maar dat geeft helemaal niks. We kunnen gewoon lekker doorrijden. Zoals altijd. En Lewis Hamilton zet een 1.41.3.4.3 neer op de intermediate.
Wij komen aan bij de laatste paar bochten. Momentje overstuur. Esteban Ocon zet een 1-1-2-4-7 neer. De thuisheld staat voorlopig op pole position. Dat gaan zijn fans uitstekend vinden. Maar Russell pakt dat af met een 1-40-5-7-6. Onze teamgenoot staat nu op pole position voor de grote prijs van Frankrijk. Wij komen nu bij start-finish. En we noteren een 1-41-6 op 14e van Esteban Ocon en Bottas pakt de pole af van George Russell. Wij staan dus, dankzij die slechte tijd, op P9. En ik heb even de volledige ronde erin gezet. Geen knip- en plakwerk, maar de volledige ronde, de laatste ronde in Q3. We beginnen al gelijk goed met groen. Bij de Delta, 3/10 sneller. Dat is uitstekend om te zien, want we staan nu gewoon voor laatste in Q3. Dat is niet de bedoeling. En Lewis Hamilton heeft het zwaar. Hij staat op P7. Momentje op die curbstone, dat voelen we, want de auto glijdt weg. Groen in sector 1. 3/10 sneller dan Carlos Sainz. Dat is alleen maar goed. Kwalificatie zit erop en wij moeten nog dit rondje zien af te maken. Bottas gaat finishen. We krijgen een corner cutting waarschuwing, maar dat geeft helemaal niks. Bottas pakt de pole af van George Russell. Met een 1.40.3. Wij krijgen dus weer een waarschuwing vanwege de bocht afsnijden. Paars in sector 2. 1 seconde sneller dan Lando Norris. Dat is goed om te zien. We komen aan bij het laatste deel van het circuit in sector 3, waar we geen fouten moeten maken, niet te vroeg in moeten sturen, geen momenten overstuur of onderstuur hebben. Ja, die hebben we dus wel, helaas. Maar nog steeds groen bij de Delta. We snijden gewoon wat deel af, maar de race director laat het toe. Dat is goed om te zien. Waar komen wij te staan? We naderen start-finish. We gaan hier het rechte stuk op. En waar staan wij met deze tijd? We staan op de pole position. Yes! Yes. Yes, goed zo. Goed gedaan. Van P9 naar P1 op 3/10 hebben wij Bottas gewoon zoek gereden. En Russell naar P3 op 4/10. Dat is goed om te zien. 1 en 3. Op de startgrid. Russell zit er gewoon weer bij. Dat is gewoon heel goed om te zien. Maar goed, daar gaan we dan voor de race in Frankrijk. De race highlights. Helaas is het niet anders. We beginnen dan vanaf pole position. En kijken waar wij gaan eindigen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 43 hier in Frankrijk. De grote prijs van Frankrijk, de race, die gaat dus beginnen. Even een mededeling. Ik ga dit dus voice-overen in de verleden tijd. Waarom? Ik speel niet echt op dit moment. Als je het kan zien van de kwalificatie, toen zag je ook echt mijn POV. En nu zie je dat dus niet. Nu zie je alleen de replay shots. Dus ja, echt live commentatoren heeft geen zin. Net als wat de mannen bij Ziggo Sport doen tijdens een grote prijs als de samenvatting wordt geüpload. Van een Formule 1 wedstrijd gaan ze die ook niet live inspreken. Maar doet Rick Winkelman dus het afterwerk. En hij spreekt dus in de verleden tijd. De grote prijs verliep goed. Hoe goed? Dat gaan jullie nu zien. Tijdens deze highlights van de grote prijs van Frankrijk. Voor carrière aflevering 23. De lampen gingen dus aan voor de grote prijs van Frankrijk. Met mezelf op pole position. Bottas naar P2 en Russell naar P3. En de lampen gaan uit en we zijn onderweg. En we kwamen ook gewoon goed weg. Maar Bottas kwam daar beter weg. Zat daar al te kijken bij die buitenkant. Maar reed tegen mijn sideboard aan. En moest dus een nieuwe voorvleugel gaan halen. Daardoor kon George Russell in één keer aanvallen bij de Finn. En hij is dus naar die P2 gegaan. Bottas is dus naar binnen gegaan buiten beeld. Dat kun je dus niet zien. Aan dat muziekje kan ik helaas niks aan doen. Maar het is gewoon hoe het is. Hamilton keek daar voor de leiding. Op dit rechtstuk heeft ook DRS. Kijk naar die buitenkant. Maar wij verdedigden hier gewoon extreem scherp. En Hamilton kon er niet voorbij. Dat is alleen maar goed om te zien. Russell reed nog steeds op die P3 rond. Dat is dus nu dus niet. Want hij is al een keer naar binnen gegaan. Terwijl Hamilton daar gewoon een aanval waagde.
Maar wij remmen wat later en Hamilton moest daar even ontwijken. En de rest duikt nu ook allemaal naar binnen voor een eerste pitstop van de dag. Een aantal rondes later hadden we een heel groot gat naar nummer 2. Ik weet niet hoe groot, het was gewoon extreem groot. Geen sponsors op de auto, ik was die vergeten erbij te plakken. Excuses daarvoor. We rijden nog steeds op die medium banden. Er is ook regen voorspeld, maar ik weet niet wanneer dat was. Dan hebben we daar dan Valtteri Bottas of Lewis Hamilton, want wij zijn naar de harde band gegaan. En dat is Lewis Hamilton met George Russell in gevecht voor de leiding. En dit is heel mooi. Kijk, wat een mooie switch eigenlijk is dat. Het begon te regenen namelijk. En dus moesten we gaan kijken of we dit vol konden houden. Dat konden we ook volhouden, want we zijn dus bij het laatste deel van de highlight. Wij wonnen dus de grote prijs van Frankrijk. Namen weer een voorsprong in de WK. Russell naar P3 en zo verliep de grote prijs van Frankrijk. Nou, dat was dus de highlight, mensen. We zijn eigenlijk aangebroken bij de volgende aflevering. Technisch gezien, maar ik sluit hierbij dan dus deze aflevering. Dit stukje van deze, van het begin van de volgende aflevering komt gewoon in de volgende aflevering terecht. Maar goed, heb jij toch genoten van deze korte video, beloon het dan vooral met een like. Heb jij niet genoten, beloon het dan met een dislike. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Een reactie zou wel gaaf zijn als je die achterliet. Volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen, met deze hele korte aflevering van My Team Career Mode. Excuses nogmaals daarvoor. In Oostenrijk komt gewoon weer de volledige video, zoals jullie van mij gewend zijn. Dus dat wordt dan de volgende aflevering in Oostenrijk. Voor nu een fijne dag nog en tot ziens.